Kommerwijnen wordt binnenkort volledig voorzien van stromend leidingwater. President Chandrika Prasad Santokhi deed deze belofte tijdens de officiële ingebruikname van de middelbare school de Mungo Tapu. Het staatshoofd vertelde dat de regering alle moeite doet om te realiseren wat aan de gemeenschap is beloofd, ondanks het land in moeilijk vaarwater zit. En zo had ook gezegd, kom we in even afdringen watra. Tweede week december. Tweede week december. Bijna wat op dat datum toe. Gaan we officieel heel Kommerwijnen voorzien van drinkwater. Appelen in dekbad. En nu komt de vraag, hoe doen we dat? En dit is bijzonder belangrijk. Voor Archa Boskopu, hoe doen we dat? Waar we gestart zijn met een lege kas. Failliete boedel. Santokhi zegt dat er een aanvang wordt gemaakt met het herstelplan van de regering om de economie weer gezond te maken. Het waterleidingproject dat voor volledige watervoorziening in Kommerwijnen zal zorgen, komt volgens het staatshoofd mede dankzij uitvoering van het herstelplan. Deze week ga ik richting Glasgow met een team van ministers, deskundigen, om milieuvraagstukken te bespreken. En als uw namen bereiden we ons goed voor. En met dat Surinaams belang en Surinaamse agenda gaan wij daar. En ik kan u nu al zeggen wat de standpunten zullen zijn van ons land. Eén is namelijk dat wij als land samen met alle andere landen in de buurt en de omgeving, maar zoveel andere landen in de wereld behoren tot landen met een lage kustlijn. Santokhi stelt dat Suriname haar huiswerk heeft gemaakt en nu daarom een beetje verlichting ervaart. Bij de komende milieuconferentie in Schotland wil Suriname onderhandelen op basis van het groenste land ter wereld. Met als resultaat compensatie voor ons oerwoud dat zuurstof oplevert voor de rest van de wereld.